Goedemorgen voor de mensen die de video 's morgens bekijken. Goedenavond voor de mensen die hem 's avonds bekijken. En goeiedag en merci voor de mensen die hem niet gekocht hebben. Als u mij nu in kleur ziet, dan is alles oké met uw tv-toestel. Ziet u mij in zwart en wit, moet u toch dringend dus een kleur in televisie kopen. De prijzen zijn trouwens betaalbaar tegenwoordig. Maar eerst even voorstellen, ik ben Roland Vermeire. Ja, Roland, ik trek nog goed op mijn broer Jacques. Jacques die u kent van televisie. Jacques kon niet aanwezig zijn. Durfde ook niet. Heeft ook zijn gezicht niet mee. Kan het ook niet goed uitleggen. Een beetje introvert, zal ik maar zeggen. En wat we nu gaan laten zien op deze twee video's, waarvan u nu de eerste zult zien, dat zijn de vier vorige Oudejaarsavondshows. Oei Jacques, 89, 90, 91 en 92, die u waarschijnlijk misschien al eens gezien heeft met Oudejaarsavond. Waarschijnlijk als je niet genoeg gegeten had, een beetje miseren, een beetje naar televisie kijken. Vandaar dus dat wij nu u veel kijkplezier wensen met de video deel 1. Nog 1 minuut voor de opname. Kom, Jacques. Het is aan ons. Kom. Kom, jong. Kom maar. Oh, Jacques-ke. Eindelijk zijn we alleen. Nee, maar nu niet meer met mijn ma kijkt. Oh. Oh. Die hoeft toch niet alles te zien? Doe, Jacques. Doe. Ja. Kom.
breng ze morgen terug, hè. George, ik breng dat morgen terug, hè. George, ik breng ze morgen terug, hè. Ik ben niet van hier. We weten soms een kraam ken ik. Mijn vrouw kan elk moment bevallen. Een kraam? Je hebt er twee, hè? Voor Sint-Jozef, ja, hè? Ja. Dan moet je dus hierin rijden. Ja. En dan moet je onmiddellijk naar rechts. Ja, naar rechts. En ja. Aan de tweede... Nee, dat zijn de derde lichten. Ja, hè? Aan de derde lichten moet je onmiddellijk naar links. Ja, naar links. En dan ongeveer, ik geloof... Ja. 500 meter, want je moet nog eerst over een brug. Heb je een splitsing. Ah, een splitsing, maar ja. Maar daar moet op letten, want je moet in die splitsing moeten volledig dus rechts houden. Ah, rechts, moet rechts houden. Ja. En je blijft dus, en dan op een gegeven moment gaat er een benzinestation. Ah, ja. Frans, doe je, ik kan het niet meer houden. Frans, nee, Frans, kom. Ademen. Je moet ademen, je gaat het ophalen. Ik moet kwijt zijn. Ik moet kwijt zijn. En maar aan de benzinestation moet je dan wel onmiddellijk naar rechts. En dan heb je op de hoek, geloof ik, een beenhouwer. En daar moet je in een klein straatje. Ja, maar je kunt niet misrijden, want dat is dus een eenrichtingsverkeer. Dus we mogen er niet uitkomen. En daar moet je in, en dan gaat het zien op uw rechterkant. Dat is dus een groot gebouw. Alsjeblieft nog eens herhalen. Nee, waar is die andere kliniek? Sint Maria. Ja, Sint Maria. Ja, dat is hier achter. Is dat uw wagen? Ja, dat is mijn wagen. Dan zal ik op de bon moeten zitten. Oeh, er is toch genoeg. Ik heb er juist... Verkeerd geparkeerd. Nou. Superman, die meneer heeft mij bestolen. Oh, maar dat is geen probleem, juffrouwke. Ik krijg die wel, hè. Ik heb moeten stoppen als Superman zei even, hè. Hallo? Jo. En? Mooi, ik was tv kijken volledig bui, jong. Zeg. Zo, zijn we nu zeker dat we hier een benzinestation gaan vinden? Ja, natuurlijk. Het is voor iedereen waar, men zegt, allee. Thank you.
Maar, zeg, hoe was gisteravond met Suzanne? Zwaar gefuifd, zo te zien. Je mag gerust zijn, jong. Je mag gerust zijn. Zeg, Verkamme. Hoe weet je dat, jong? Boot heeft misschien iets te maken met je nieuwe fantasie-revolvergordel die je er draagt. Huh? Nu proberen. Peters Koningstraat 25. Peters Koningstraat 25, Ingerup! Onze kinderen krijgen op de lagere school het AN onderwezen. Nu is daar aan zich niks tegen, maar als dat zo verder gaat, pakweg binnen 2, 3 generaties, 20, 30 jaar verder, dan gaan die kinderen steeds minder en minder de streektaal van hun eigen dorp, hun eigen gemeente spreken. Dat vinden wij spijtig. En Jacques en ik, wij willen opkomen voor het behoud van de streektaal. En vandaar... Goedenavond. Ach, Jacques, je bent er. Ja. Vandaar dat Jacques dus een aantal... uitdrukkingen die heel mooi klinken in het AN, Algemeen Nederlands, zal omzetten in een soort algemene streektaal. Uiteraard. Een streektaal waarbij iedereen, laten we zeggen, uit elke provincie wat herkent. Inderdaad. Ja, goedenavond, Jacques. Nogmaals. Oké. Okay. Kunnen we eraan beginnen, Jacques? Uiteraardelijk. Je zegt heel mooi in het AN een portie wijngaard slakken. Dat wordt? Een spuise caracolle. Je zegt van iemand, hij is een fijne, vlotte, snelle charmeur. Dat wordt? Hij heeft bij de konijnen geslapen. Twee mannen zitten wel eens op café en dan praten ze over vrouwen, uiteraard. Nee. En zegt de een tegen de ander, moet je eens kijken, die vrouw heeft mooi gevormde borsten. Dat wordt, Jacques? Er is veel volk in de statie. Spijtig, zegt de ander. Maar ze is van het hoogblonde type, dat wordt? Ze heeft achter de strontkar gelopen. Gelukkig, zegt de ander dan weer, heeft ze een heel fijn, mooi, lief gezichtje. Dat wordt? Ze een peerdemeulen. Uiteindelijk is er toch een van die twee mannen die zich sterk maakt, op die juffrouw toestapt en zegt, juffrouw, mag ik deze dans van u? Dat wordt? Hé, hey, show, mag eens mijn laag dat een bak sluiten? Er is nog zo'n uitdrukking als... hij springt verder dan zijn stok lang is. Dat wordt, Jacques? Hij scheidt hoger dan zijn kont. In het pretpark duwt hij zijn vrouw bij de schommel. Dat wordt? In Bobbejaanland stoemt hem zijn wolf in de buskamerij. En tot slot, hij heeft een lelijk aangezicht. Dat wordt? Hij heeft een smul om stront op te sorteren. Of nog? Hij heeft een smul gelijk Luc Verschuren.
meer? Kan ik u helpen? Ja, ik zoek een nieuwe overjas. Ja, zeker, meneer. Die kant uit, volgt u? Excuse. Een klein ogenblikje. Maatje 54, zegt u. Zo, dat is dan van hier tot daar, alsjeblieft. Oh, dat is een mooie nieuws. Oh, maar probeer het rustig, hè. Mag ik intussen misschien die andere cliënt bedienen? Tot strakjes. Ja, meneer. Ik zou iets willen passen. Passen? Ja, misschien even die kant. En meneer, bevalt hij? Ongelooflijk. Dank u. Fantastisch, hè? Zo'n bureau. Ja, meneer de Schepper. Maar je zult toch nog heel wat cliënten moeten aantrekken om de huur te kunnen betalen. Maar, Francine. Veel cliënten. Dat is gewoon een kwestie van indruk maken, hè? Onze eerste cliënt. Zeker, meneer de minister. Dat is zeker. Dat is geen enkel probleem, hè. Het is niet de eerste keer dat ik regeringsfunctionarissen uit de penarie help, hè. Dat weet ik toch ook, hè. Hoe zegt u? Ja, meneer de minister. Ik heb de premier ingelicht en alles is oké. Ja, bel maar gerust vanavond. Dat, u weet, u mag dat, hè. Tot vanavond dan. Ja, goed. Dag, meneer de minister. Dag. Zo. En wat kan ik voor u doen? Niks, meneer. Ik kom gewoon die telefoon aansluiten. Adèle. Jean. Adèle. Zeg, ga ik er niet uit vanavond? Ik heb geen geld, papa. Isse, dan kun je eens goed uitgaan. Dank je, pa. Wat dan? Ik heb zo'n honger, papa. Ik heb de hele dag nog niet gegeten. Isse, ik ga toch in het restaurant. Ah, bedankt, papa. Dag, hè. Ja. Ja. Waarom? Nou, uw auto is kapot, hè? Ah, nee, hier kom, jongen. En dan misschien een metro. Ah, even een taxi. Pa, een restaurant. Ja, ja. Bedankt, pa. Ja. Goedenavond, hè. Dag, juffrouw. Doei. Wat ga jij doen vanavond? Letten. Ga mee, meneer. Ik heb een heel plezier. Wauw. Bedankt, pa. Adèle. Ja, dat is dat pozeke. Excuseer, meneer, maar ik ben in de trein een zak verloren met 6 flessen Genever erin. Heb je die misschien teruggevonden? Dat zak met 6 flesjes Genever. Ja. Hebt u die teruggevonden? Dat te laten, maar dan. Yeah.
Je kunt niet meer weg. Ga je koest. Kom naar buiten en handen omhoog. Geen stomme tijden, hè. We hebben de hele buurt... Omsingeld. Omsingeld! De volgende zeker. Goedenavond, beste tv-kijkers. We gaan nu beginnen met onze eerste Engelse les voor beginners. En zult zien, het is erg eenvoudig. We gaan dus namelijk het systeem toepassen van de pronunciatie. Dat wil dus zeggen, ik zeg een woord in het Nederlands, ik geef de accurate vertaling en doe daarna de mond open en toe, zodat u thuis rustig kunt nadoen. In deze eerste les gaan wij beginnen met de persoonlijke voornaamwoorden. In het Engels, the pronouns. The pronoun. En nu, beste tv-kijkers, gaan we dus twee prijsvragen stellen. U neemt nu rustig allemaal een gele briefkaart, ook iets om te schrijven natuurlijk. De eerste vraag is met klank. Die luidt als volgt. I. U schrijft dus nu gewoon I op. You. E. I. De tweede vraag, de schiftingsvraag, iets moeilijker, zonder klank. Zo kijkers, alvast tot van de week. So long. Dames en heren van de jury. U hebt de openbare aanklager gehoord. Hij heeft aangetoond dat de beschuldigde met voorbedachte raden zijn schoonmoeder heeft willen vermoorden. De beschuldigde heeft voor haar een cake gebakken met 4 korrels arsenicum, 2 soeplepels onkruidverdelger, 5 ons rattenvergif, een scheutje dioxine en een snuifje zelfgekweekte salmonella-bacterie. De beschuldigde heeft de cake opgediend aan zijn schoonmoeder op het moment dat ze langskwam voor haar dagelijks kopje koffie. U heeft ook de verdediging gehoord. De verdediging bracht aan dat zijn schoonmoeder nog steeds in leven is en dat ze geweigerd heeft van de cake te proeven. Dames en heren van de jury, uw vonnis graag. Wij, de jury, verklaren de beklaagde niet schuldig, edelachtbare. Zou het misschien mogelijk zijn om dat recept even te herhalen, alsjeblieft? Ja.
Ja. Ah, wel? Wat? Heb je dat niet gezien dan? Wat? Wat? Uw auto ligt te branden niet. Mijn gebruik is goed voor één keer. Oh. Rijd door. Oh, dank je. Vanavond niet, schatjes. Ik heb koppijn. Mijn meester, de zoon van de koning, onze charmante prins, heeft bevolen dat het hele land moet doorzocht worden naar het meisje van wie dit glazen muiltje is. Haar die dit muiltje past, wordt zijn bruid. Baldini, hoe dikwijls moet ik het nog zeggen? Muiltjes, muiltjes, dat interesseert me niet. Haar die dit past, wordt mijn bruid. Dames en heren, je houdt het niet voor mogelijk, maar op deze laatste dag van het jaar is er ook nog aan sport gedaan. Meer bepaald aan veldrijden, de veldrit in Overboelaren. En wij vonden het niet meer dan normaal dan dat we de winnaar van die veldrit vanavond in de studio in deze show uitnodigden. Mag ik u applaus voor de winnaar van de veldrit in Overboelaren van vandaag, Germain Lippens. Germain, welgekomen. Ja. Bedankt. Ja, ik heb speciaal de bloemen die ik gisteren gewonnen heb, heb ik meegebracht en zijn voor u, meneer Verschuren. Germain? Ja. Voor mij? Ja. Ja. Waarom? Eerst en vooral omdat ik u sympathiek vind. Ook omdat ik hier vanavond in het Afrikaans theater mag optreden. En ook omdat ik thuis niemand heb om ze af te geven. Germain, jong. Wat is er? Ik ben alleen. Maar Germain, daarvoor hebben we jou niet naar hier gevraagd eigenlijk. Heb je getwijfeld aan die overwinning, Germain? Ja, in de 14e toer. Ja. O ja? Ik zeg, hier ben ik precies nog geweest. Zo'n beetje wat men noemt een déjà vu effect. Nee, geen defect. Gewoon met een kluts kwijt. En dan, ja? En ik heb de weg gevraagd achter de radars. En ze hebben gewoon gezegd op de bocht te blijven volgen. En dan ben ik aangekomen. Waren daar nu veel vertrekkers nog vandaag, Germain? We waren mij met 41 en we zijn met 38 aangekomen, ja. Drie opgevers? Ja, omdat 41 min 38 3 is. Ja, ja, maar wat is er met die mensen gebeurd, Germain? Er is ene tegen een boom gereden en twee zijn ze nu nog uit het slijk aan het trekken. Germain, was dat nu een lastige wedstrijd? Nee, mijn probleem is, meneer Verschuren, dat ik gewoon te goed rijd. Als wij starten, ik ben meestal weg. Alleen, ja. En dat is geweldig triestig. Je kunt u dat niet inbeelden, bijvoorbeeld als jij wilt eten. Je eet jij altijd alleen. Bijvoorbeeld als jij een keer blijft steken in slijk en gevalt jij altijd alleen. Ik krijg nooit zo'n keer een coureur op mij waar ik een klapje kan tegen doen. Bijvoorbeeld als jij aankomt, de meeste coureurs doen zijn spurtje. Maar ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik kom overal aan alleen, ja. Germain, ben je nu vandaag naar de dopingcontrole geweest? Dat was geweldig, richtig, ja.
iets genomen? Nee, want ik ben alleen. Maar wat is dan daar twistig aan, Germain? Kijk, lieve Schuren, hoe zal ik het zeggen als je dan daar zo staat aan de koers en dan moet je uw urinetest doen. Dan moet je daar zo pipi doen. En wel, zo, dan moet je een potteken pakken en zo dat straaltje zo tegen de rand van dat potteken, hè. Dat is om zot op te worden, lieve Schuren. Germain, maar nu is er toch één ding dat ik niet begrijp. De meeste wielrenners die overwinningen boeken, die hebben enorm veel fans. Die hebben dus mooiste vrouwen. En jij? Pak jij Roger de Vlaming, Erik van der Aarde, Eddy Plankaert. Er zijn zelfs coureurs die meer op hun vrouw zitten als op hun... Ja. Maar ik bedoel, hoe komt het dan dat jij geen vrouw hebt, Germain? Dat is mijn probleem. Het ligt aan mijn schoonmoeder. Ja. Oh ja? Ja. Allee, Germain, leg eens uit. Ja, zij is 30 jaar geleden bij de gynaecoloog geweest. En de gynaecoloog heeft haar gezegd dat ze nooit geen kinderen kan krijgen. En jij hebt dus een schoonmoeder, maar geen vrouw. En geen dochter, ja. Germain, wat een triestig verhaal eigenlijk. Ja. Het valt mij een beetje, ja, het valt mij zo, ja. Ja, maar ik heb geluk, ik heb daar juist Cas Goossens gezien. Hij is ook in de zaal. En we worden straks betaald. Maar ik alleen, ja. Dank u wel, Germain. Ja, ik heb mijn job opgegeven. Ik ben nu fulltime schrijver. Schrijver? En al iets verkocht? Ja, al mijn boeken. Mijn boekenkast, mijn boekenrek, mijn stoelen, mijn eettafel, mijn video-installatie, mijn video-installatie, mijn smaakkamer, mijn poetsgrief, mijn aftershave. En mijn broek. Goedendag, ik ben van de ODP, de Onafhankelijke Democratische Partij. Ik had graag geweten of dat u bij de volgende verkiezingen op ons stemt, ja of nee. Ja dus. Ja? Denk jij dat jij zuid doet? Om hier te komen aanbellen? Smiddags. En jij niks beters te doen dan de mensen lastig te vallen? Zie je godverdomme niet dat ik al tegen ben? Papadaf, jongen, met je partijken. ODP, op de pot. Uw antwoord was dat ja of nee. Dag madame, is niet dat men de schrijnwerker vraagt? Ja. Kom binnen. Ja. Excuseer. Het is boven te doen. Oeh, oh, dus. Ik heb problemen met allemaal, dus. Dat is wel goed, hè? Wat is dat, hè? Ah, bon. Het raam. Het raam moet ook een smeerbeurt hebben. Het raam? Ja. Hetzelfde, hè? Dat is wel opgelost. Voilà, madame. Dikke orde. Hier moet u ook eens naar kijken. Oh. Oh, dat is ook een fixtere. Voilà. Dat is in orde. Ja, ik ben er nog echt in, madame. Willen vragen. Ja? Zou je met me willen trouwen? Oh, George. Dat is zo bindend. Zo romantisch. Vraag het nog eens.
Maar op je knieën dan. Oh ja. Isabel, wil je met me trouwen? Nee. Jacques, waarom doet je nu niet gewoon gelijk de andere mannen? Gewoon zingen in je bad. Oké, baby. 1, 2, 3, 4, Goedemorgen, meneer Janssens. En hoe voelt u zich na uw amputatie? Ik ben meneer Janssens niet, hè. Ik ben Jefke Willems. We hebben een verkeerde patiënt zijn been afgezet. Hoe dikwijls heb ik al gezegd dat je die formulieren moet bij elkaar leggen, maar dat is altijd hetzelfde. Maar u bent niet verkeerd, hè. Ik ben zijn beste vriend. Ja, hij kon zich niet vrijmaken en dan ben ik maar gekomen, hè. Excuseer, een inlichting. Wat is er? Pas op, ik wil het dus niet opjagen hier, maar zal het nog lang duren? Alarmstop. Goedemorgen, meneer, excuseer. Die wagen heeft u gisteren verkocht. Wel, die rechtstreeks van het autosalon met al die extra's. Ja. Hebt u daar klachten over? Nee, persoonlijk kan ik me niets mooier inbeelden. Wat is dan het probleem? Mevrouw, is niet zo gelukkig met de extra opties op de motorkap. Je hebt van die mensen met van die heel merkwaardige beroepen. En nu hebben wij er vanavond toch een op de kop kunnen tikken die het zowat het merkwaardigste beroep heeft gehad dat ik ooit heb meegemaakt. Zijn naam is Jean-Pierre de Wachter, bijgenaamd Jempie. En wat deed hij? Hij was muggenvanger. Dames en heren, mag ik u applaus voor Jempie de Wachter. Dag Jempie, gaat u zitten? Gaat het een beetje? Ja, ik zal jou wat rechttrekken. Oké. Okay. Jempie, jij was dus muggenvanger, hè? Inderdaad, dus vroeger ging ik. Het was zo dat. Ik heb daar een vraag bij, hè? Is dat van vader op zoon gegaan? Maar kijk, vroeger gingen mijn papa en mijn broer Julien en ik. Wij gingen vangen op ratten en mollen. Ratten en mollen? Ja, maar onze Julien, dat was een bruut. Hij pakte die ratten bij hun staart en hij smeet ze tegen de muur, meneer Verschuren. En ik ben moeten stoppen, ik was te week. Ja, jij bent... Gaat het... Gaat het, Jempie? Ja. Jij bent dan een andere richting opgegaan, maar jouw broer... Kom, ik zet je wat terecht, ja. Jouw broer Julien, is die ook een andere richting opgegaan? Ja, hij is tegen de muur terechtgekomen. Oh, ja. Hoe dat? Met zijn motto. Ah ja. Ja, was te veel meer ratten en mollen in zijn kop eten. Ja. Maar u bent dan gaan muggen vangen. U had de klanten van uw vader nemen gaan. Ja, dus wat kwamen wij overal? Op de boerenhoven, in de konijnenkoten en overal waar de muggen waren, was ik ook. Ja. En heb jij in Vlaanderen gezeten, Wallonië? Overal, tot in de Walen, tot in Rissonsart en Poepenhaan. Ja, ja. Zeg, meneer de Wachter, wat ik nu wou vragen... Jawel. Welke soorten muggen zijn er eigenlijk? Oh, heb jij van alle soorten muggen. Heb jij bijvoorbeeld de kleine mug. Maar heb jij ook de middenmug en de grote mug en de Spaanse mug. Spaanse mug? Dat is een geweldig gevaarlijke mug. Ze springt zijn recht naar uw ogen, hè. En wat doet u dan? Dan zet ik mijn lasbril op. Ja. Zeg maar, het vangen van die muggen. Moet ik even trekken? Ja, trek maar, ja. Wacht, ik zal jou even... Ja, ik heb dat graag, ja.
Jawel. Het vangen van die muggen, Jempie. Hoe ging dat eigenlijk? Maar kijk, meneer Verschuur, ik zal u zeggen bijvoorbeeld als de mug een keer goesting heeft om te paren. Zich te vermenigvuldigen. Erop te zitten. Ja. Jawel, dan hebben die hebben dan een bepaalde lokroep. Ja. En ik kan die een lokroep doen. En dan komt die mug bijvoorbeeld achter die kast tevoorschijn. Die is bang, die is verstijfd. Hoe zou dat jij zelf zijn? Ja. En dan kun je die mug gewoon doodnijpen met hun duim. Die stam. Er zijn al verschillende mensen in hun bed doodgrepen. Je moet daarmee opletten en even schuren. Ja, ja, ja. Maar hoe ging dat dan? U had een bepaalde lokroep? Ja. Misschien dat ik even die lokroep kan doen voor de mensen hier. Wacht even, stilte. Wacht, hè. Heb je het gehoord? Nee. Ik heb dat niet gehoord waarschijnlijk. Nee. Ik zal het misschien nog een keer doen. Ja. Heb je het nu gehoord? Nee. Ja, je kunt dat niet horen, hè. Omdat dat is zo hoog dat alleen muggen en honden dat horen. Die frequentie. Die frequentie, hè. En honden? Oh, ik heb dikwijls last gehad voor een hond, hè. Als er een... Ik ben een rug, hebben even schuren. Als er een Duitse scheper is, kan dat niet geen kwaad. Maar als er een bocht is met zo'n vuil gezicht, oh, ik moet er niet van weten, hè. Zeg. Ja, maar... Jempie. Jawel. Ik mag toch Jempie zeggen? Zeg maar Jempie. Ja. Zeg, Jempie. Ja? Ja, je bent daarmee gestopt, hè? Ja, ik ben er moeten mee stoppen voor de techniek. Ze zijn nu volop bezig met Vapona-striks en met van die zonnebanklampen. En gelijk bij de beenhouwer, ze vliegen dat tegen. Pst, dat is gedaan, meneer Verschuur. Ik ben moeten stoppen, hè? Ja. Geweldig. Het gaat dus niet van vader op zoon? Nee, hij doet het niet, mijn zoon. Hoe je zoon doet het niet? Ik heb geen zoon. Ah. Ja. Zeg, Jempie, en wat doet u dan nu, als ik mag vragen? Maar kijk, meneer Verschuur, kom een keer wat dichter. Kijk, ze. Wacht. Moet even stil blijven, hè. Wacht, kijk. Zeg. Nu ben ik gespecialiseerd in het vangen van mee-eters, ja. En aan uw neus is nog veel werk. Ja. Dank u wel, meneer De Wachter. Zeg, Sjaak. Wat, hè? Nu neem ik aan dat je zot bent van je nieuw job als garagist, maar nu overdrijf je toch, hè? Nee. Moet jij nu altijd uw werk mee naar huis brengen? Is het goed, hè? Altitude 4200, think you're go for landing, over. I understand, go for landing, 3000 feet. You're looking great. How you doing, control? One small step for man. Zullen we dat bij elkaar? Laat de verdachte binnen. Het is erop gedaan, ze bij elkaar. Hoed eraf! Begrepen? En nu goed opletten en geen schrik hebben. Als u in de kamer iemand ziet die u kan identificeren als de persoon die u gisterenavond in elkaar heeft geslagen en beroofd, dan zou ik graag hebben dat je hem nu aanwijst. Duidelijk! Ik geef toe, de normen zijn enigszins verlegd, maar naar mijn gevoel is het toch minst een vorm van beleefdheid wanneer men zich deftig aanbiedt, wanneer men solliciteert voor een betrekking. En ik tegenstaande uw argumenten... Ben ik toch zeker dat iemands uiterlijk erg belangrijk is? En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die daar zo over denkt. Dus, Wat is nu, Mats? Ja of nee? Wilt je nu de job als maatschappelijk werker of niet? Hoi, Jack! Je kunt er
tenminste aan Sint-Pieter vertellen dat uw leven in het voorlopig hier gestopt is. Niet zo stom. Als je hem doodschiet, zitten voor de rest van uw leven in de gevangenis. Vindt u dat plezanter misschien? Nog alle chance dat je mij hebt, hè, zeg. Allee, wat zou een dien doen zonder mij? Sorry, meneer. Weet u de Hoogstraat, alsjeblieft? Oh, ja, natuurlijk. Ik moet er ook zijn. Mag ik u een lift aanbieden, mevrouw? Oh, graag. Leone, hier is Luigi. Luigi, ik wil die schurk dood, Gennaro Mazzella. Sì, Don Corleone, maar hoe? Breek zijn benen, bewerk zijn gezicht met een mes, snij zijn oor af, wurg hem, doorzeef hem met kogels, ruk zijn armen en benen uit en hak zijn stukken. Bind een blok beton rond zijn lijf en smijt hem in de rivier. D'accordo, Luigi? D'accordo, Don Corleone. Grazie. Grazie. Luigi. Nog één ding. Het moet op een ongeval lijken. Ogenblik erg drukdoende in de internationale politiek. Er was de affaire Rwanda, er is nog altijd de zaak Irak, er was het opdoeken van Gladio. En bij ons zit nu de adviseur van buitenlandse betrekkingen, meneer Romain Ongena. Meneer Ongena, goedenavond, welkom. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja. U vervangt de minister, neem ik aan. De minister is met vakantie. Juist, Mark is op congé bij de Hutu's en de Tutsi's. Ja. En u neemt de lopende zaken nu waar. Juist. Ja. Eetbonnetjes schrijven en al die foefelerij, je kent dat niet. Er is minder werk nu. Jood. U hebt tijd voor hobby's. Jood. Ah wel. Ik ben blij dat je de vraag stelt, want ja, de meeste mensen kijken heren televisie. Maar mijn vrouw en ik, ja, wij steriliseren, heren. Ja, s'avonds. Steriliseren? Ja, ja. Inmaken? Inmaken in potten, ja. Groenten en zo? Ja, hè? Groenten, ja. Ja. Wat maakt u dan in? Tomaten, patoeters, bloemkeel. En ook buntjes. Ja, dat is een grote specialiteit. Kijk, ja. Ze meneer Verschuren, ik heb hier een buntje meegebracht, kijk. En dan moet jij eerst en vooral, als je dan begint, moet jij de toppetjes eraf doen. U helpt uw vrouw wel? Ja, ik help ze. Ja. Ze is er vrij content mee. Dus je pakt je toppetje en je moet het tegen droogs doen, verstoord. Dus je trekt erom, zie je het, zie? Ja. En dan moet jij die omdraaien en dan moet jij dezelfde beweging doen. En dan moet jij ook letten dat het velk er volledig af is. Wat? Meneer Ongena, ogenblik, alsjeblieft. Ja. Hallo, one moment, please. Er is een telefoon voor u. Voor mij? Ja. Meneer Ongena, met wie? George Bush. De president? Ja, Bush. Nee, maar ik ben een beetje verschoten, Bush, hè, omdat ik dacht, mijn vrouw komt me deze avond afhalen. Zij steriliseert potten van Kuber in de lezen. Juist. Wat, hè? Er is nooit een steriliseer. Nee, niet een steriliseerpot. Hij kan er niet bij lachen. Zet dat Boes, hè? Zeg het een keer, Boes. Wat, hè? Ja, Boes? Nee, Boes? Wat? Omdat ik dat spel volg in de golf. Allee, Boes, joh. Heb jij nog al zaterdag niet gelezen? Allee, jongen, ben er toch drie buurt naartoe gestuurd?
Wat, hè? Ah, hier met bakken bier, hier met patoeters en hier met soldaten, hè? Ja, de dienaar is toch niet aangekomen, maar ja, hier doet de wandeling, hè? Dat is hier een gelukkige nieuwjaar aan het vieren, hè? Ja, beus, dat zijn ze nog nooit, hè? Zeg het een keer, Boes, voor wat is het? Wat, hè? Bijdragen in de onkosten in de golf. En voor wat dat, hè? Omdat het geld op pas. Allee, Boes, joh. We zijn nog maar 4 maanden bezig en het geld is al op. Nooit te sponsoren. Allee, dat kunnen we toch niet doen, alleen. Maar even deze soldaat schiet met zwolworst, dat is een beetje belachelijk, hè? Zeg, Boeske, Zors, aan hoeveel heb je gedacht, joh? 2 miljard? Amai, dat is veel, hè. Per dag? Dat is toch meer? Zijn we toen de anderen? De Engelsen en de Fransen? Wat, nee? Afwachten. Ja, dat is goede keuper natuurlijk. Maar kan ik je dat niet verdedigen, hè, jongen? Maar je moet dat niet kwijt, maar dan kan ik je dat verdedigen. Allee, Boes, zet er een keer 3 minuten neer. Allee. En de mensen op hun tv al iets zien ontploffen? Is er al een schot gevallen? Niet, hè, Boes? Allee, je legt hem al dat nucleair en dat chemisch materiaal. Is er niet een bommetje gevallen? Niet, hè, Boes? De mensen, ze willen ze iets zien, hè, joh. Maar weet je wat? Kon er een keer over klap, nee? En dat kunnen wij misschien, want in België zijn we daar straf mee maaltijdseks meegeven, verstaan je? He, dat kunnen ze niet wisselen in de golf, hè? He? Allee, Boes, best, nee? En de groeten aan Nancy. Dag, hè, Boes. Kijk. Ja, meneer de stuur was... Kijk. En om dan verder te gaan, hè, ja, dan pakte hij dat buuntje, ja, en dan breekte hij dat in het weer. Ah, ja. En dan pakte hij een pot, doe hij het dekselje open en je steekt ze erin en dekselje toe. Ja. Voilà. Maar je bent, zo, nog, je bent nog iets vergeten, de rek. Oh, die rekker, je zou dat hol. Je dat vergeten, Jan, die zie je weer in. Je steekt die druk gebruik. Voilà. Dank je wel, meneer Ongera. Ja, daar reed hij zo naar, joh. Harry? Allee, Harry, jong. Alsjeblieft, zich houdt dat toch eens op met de hele tijd stond de zonne. Willy? Heb ik al een beetje kleur? Oh, nee, dat kind. Mevrouw Dirks? Ja, ik ben zeer blij dat je gekomen bent. Kom binnen. Dus, mevrouw, u hebt mij laten roepen omdat uw buurman zich regelmatig schuldig zou hebben gemaakt aan het plegen van openbare zedenschennis. Ja, ja, kijk, en dat is dus een heel duidelijk geval. Kijk. Elke morgen, als ik door het raam kijk, dan staat die kerel zich te wassen voor de spiegel, helemaal naakt. Ja, maar mevrouw, ik zie alleen maar een haag. Hoe kunt u dan bij hem binnenkijken? Ja, ja, maar kijk, zie, als je dat trapje neemt... Kijk. Als je daar, hè, tussen die twee bomen kijkt, hè, dan ziet je hem heel goed staan. Schatje. Kan ik je helpen? Ik zou ook een spannende jeansbroek. Zo een die aan mijn lijf plakt, je weet wel, om alles goed te laten uitkomen, hè? Probeer deze hier eens. Die is nog maar net binnen. Nieuw vanuit Amerika. Hmm. Probeer dan eens, schatje. Zit ze gemakkelijk? Fantastisch. Ik hoop ze. Oh. Over. Het gerecht dat ik daarnet bestelde, ik geloof de goulash provençal de la maison. Mag ik even het recept van de chef, alsjeblieft? Natuurlijk. Eerst neemt hij de strot van een ezel. Dan voegt hij wat beschimmelde raben aan toe en 1 kilogram rotte bananen.
Dit alles wordt gemixt in een vuilnisbak met bierbezinksel. Dan perst hij alles door een van zijn vuile sokken en bestrooit uiteindelijk de hele zaak met een vleugje verse compost. In dat geval had ik graag toch even mijn bestelling willen veranderen. Ik had graag in plaats van witte, rode wijn. Nog net op tijd, schatje. Ik heb toch niet daar gereden, zeker? Doorgaan. Hoezo? Ik ga nooit weer een hand afbreken. Ik had dat gewoon weg te verhuizen. Maar rug moet je toch geen zorgen maken. Dat is twee keer niks, hè? In je eerste vlucht. Maar nee, ik vlieg veel, maar het is altijd dezelfde bezeren. Ik ben zelfs beginnen te drinken om aan de kant te gaan. Maar dat is nu toch wel eens vermoedig. Allee, ik begrijp zeer goed dat u voelt. Echt waar, maar we moeten je echt om niks zorgen maken, hè? Terwijl, die piloten van tegenwoordig, hè, dat zijn de beste van de wereld. En erbij, als ik vertrouwen in ze heb, hè, dan kan jij dat toch ook hebben, hè? Ik weet dat, maar je begrijpt het niet. Zo. Excuseer, meneer. Het vliegtuig is klaar voor de vlucht. Ik zal maar gaan. Hè. Maar doe nou niet stom. Blijf zitten. Anders zult je die schrik voor het vliegen nooit kwijtraken. Dat is het probleem. Wat? Ik moet hier blijven. Waarom? Ik ben de piloot. Vlieg de telefoon! Jazeker, meneer. Hallo, zeg maar op, hè! Ja. Stoort het als ik rook? Met u goedvinden. Dus video 1 en ik stel nu voor dat je dus video 2 bekijkt of nog gaat kopen, maar koopt wel 2, want als je opnieuw de 1 koopt, dat is belachelijk 2 keer de 1, omdat dat juist hetzelfde is, dezelfde kleuren. Dus tot op de tweede video. Het zal ook Roland zijn die zal het presenteren.